Laatst spraken we met Jacco Rubekamp over zijn documentaire Soms een beetje moe. Het verhaal van MS-patiënt Willeke. Nu ging de documentaire in première in Euroscoop en ook Willeke zelf was aanwezig. Met haar spraken we over haar emotionele zoektocht naar gezondheid en revalidatie. Ik vond hem heel bijzonder en heel erg nieuw ook, want ja, in Moskou natuurlijk, ik ben daar zelf geweest, maar er zijn zoveel momenten die ik zelf helemaal niet meer weet. Bijvoorbeeld zo'n stukje dat ik heel erg ziek ben en denk ik van, oké, was ik dat? Ja, nou ik weet dat dus niet meer, maar het is dus wel heel bijzonder om dat dan te zien of dat mijn haar eraf is en denk ik, poeh, wat een opgeblazen hoofd of waar zag ik er gek uit en... Ja, dat je echt heel veel stukken wel kwijt bent, omdat het best wel heftig is geweest. En ik vind het wel heel mooi zo'n documentaire, want daardoor heb ik echt wel een heel fijn naslagwerk eigenlijk voor later. Om aan Indy te laten zien als het wat beter snapt en zo ook. En om toch een bijzondere tijd en een verdrietige tijd en een mooie tijd eigenlijk toch wel weer thuis mee te kunnen maken. Opvallend vond ik ook de kracht van jouw moeder. Ja, klopt. Ja, die was echt zo goed in allerlei dingen op touw zetten en regelen en er poppetjes verkopen en overal de boer op gaan en cadeaus scoren voor de bingo en zo prijzen te winnen. En ja, dat was echt een enorme steun ook. Allebei onze moeders wel, hoor. Van Marielle ook, die is ook een paar dagen geweest. Hoe gaat het nu met je? Het gaat goed. De ene dag kan ik eigenlijk heel goed vooruit. En de andere dag is het toch wel weer in een rolstoel. Maar alle dagen die ik stapjes kan zetten of die ik kan lopen, die zijn eigenlijk gewoon een hartstikke mooi cadeau. Want ja, hetgeen waar we voor gingen was stopzetten. En ja, uiteindelijk hebben we zoveel meer ervoor teruggekregen. Ben je nu nog steeds onder behandeling in Rusland of hebben ze hier in Nederland ook controle erover? Nou, dat is een beetje lastig. Eigenlijk hangt er een beetje in Nederland een sfeer van als je iets in het buitenland doet, dan ben je stout en dan moeten we jou daarvoor straffen. En dus als ik iets wil hier, ja, dan is het minimaal en moet ik er echt heel boos om worden, wil ik bijvoorbeeld een MRI krijgen, want deel van het protocol vanuit Rusland is na een half jaar een MRI om te kijken hoe het gaat, of dat alles stabiel is. En nou ja, als je dan aangenomen wordt als patiënt bij een ander ziekenhuis en je zegt dat je dus in Rusland bent geweest, is een neem je aan en ze hebben dat protocol gezien en je wil uiteindelijk dus gebruik maken van het protocol zoals het moet. Ja, zeggen ze dan, maar we zijn geen sushi afhaalrestaurant waar je gewoon een MRI'tje kunt bestellen. Dus ja, dat soort reacties krijgen. Dat is wel knokken hoor, om dat hier voor elkaar te krijgen. Ik heb inmiddels wel een MRI gehad en die is ook voor het eerst in zoveel jaar stabiel. Die was altijd onrustig, activiteit en grotere schade en ellende en nu voor het eerst dus niet. Alleen de domme kindjes zeggen? Nee. Als ik zie hoe Marielle en Willeke dat samen hebben gedaan en hoe die meiden er ook mee omgaan. En dan denk ik van ja, het is gewoon fantastisch dat het zo gelopen is. En ik gun het ze van harte, ja. Wat vond je het sterkste voor naar voren komen in het documentaire? Toen ze zo ziek was en ook toen ze aangaf van ik ben heel moe en ik ben lelijk. Of dus ze zei je bent nog heel mooi voor mij en je kunt verder en je kunt door. Dat vond ik heel indrukwekkend. En dat ze eigenlijk in een korte tijd zoveel vooruit is gegaan, dat heeft voor mij heel veel indruk gemaakt. Ik heb hier een jaar aan gewerkt en het is de spanning die zich steeds opbouwt. Hè? En die spanning die is nou in één keer, poef, weg. Ik heb mijn best gedaan om het zo integer mogelijk te houden. Natuurlijk zijn er ook heel veel dingen uitgeknipt die ook belangrijk voor het verhaal zouden zijn. Maar op een gegeven moment dan zet je een punt achter die 30 minuten. En ja, dan moet je het daarbij houden. Je vertelde zojuist ook dat er toch eventueel nog een andere productie op de planning staat. Ja, dat willen we misschien wel heel graag doen. Over waarom die behandeling dan hier niet te krijgen is. Want volgens mij hebben jullie zojuist ook al wat MS-patiënten of ex-MS-patiënten gezien. En die lopen nu gewoon vrolijk weg. Ja, dan kun je tegen mij niet zeggen dat het niet bewezen is. Maar ik weet natuurlijk, in de medische wereld werkt het heel anders. Maar dan nog, daar moet wel iets mee gedaan worden, denk ik.